Yo, what's up guys, van Den en Den, welkom terug bij Thief. Dit is part 7 of 8, als het goed is. Riverside that Aaron used to call home. I should go take a look inside. Oké, dit is dus het nieuwe stadsdeel. Dit is waar we de missie moeten uitvoeren die we de vorige part hebben gekregen. Van Besso in combinatie met een andere gast. Een gast die we nog niet zo heel lang kennen. Eigenlijk pas de vorige part hebben ontmoet. In die laatste cutscene van de vorige part. Oh shit. Zoveel guards. Ze moeten even een manier zien te vinden hoe we daar langs kunnen komen. We pakken nu gewoon dit zijsteegje. En wat onze missie precies is, het enige wat ik weet is, haal een boek, jat een boek. Hij was niet goed voor het anyway. Ik wilde hem gewoon niet top himself before I had a chance to rough him up one last time. I hope it's not the gloom. Oh, dat ging echt net goed, joh. Poeh. Rats everywhere. Zo, dat ging echt net goed. Dat is waar we heen moeten, dus daar gaan we ook heen. Maar dit is nog best lastig om daar helemaal heen te gaan. Poeh. Oh, water zelfs hier. Ik hoop dat ik kan zwemmen in de game. Wat vet zeg, weer nieuwe locatietjes gevonden. Hey, hier ligt iets. Oh, dit is gewoon een portemonneetje. Zei hij nou walnut? Geen idee wat hij zei. Dat verstond ik. Gewoon walnoot. Hey jij, walnoot. Helaas kan je geen licht uitdoen hier. Wat donker hier zeg. We zitten ook gewoon in een huis van iemand weer. Gaan gewoon lekker los. En we hebben een armbandje gestolen. Ligt helaas niet echt veel meer hier. Wel jammer, ik had wel wat meer verwacht. Ligt hier echt niks meer? Ik ging er zo snel doorheen. Hey, is dit de boekenplank? Nou, er is hier echt niks meer. En we gaan er doorheen. Laat scherm en waarschijnlijk beginnen we nu aan de missie. Want kijk die route die we moeten afleggen om gewoon die missie van die gozer te bereiken. Je reist tussen verschillende staddistricten en... waarschijnlijk moeten we ergens in een bepaald district nu een boek stelen voor die gozer. Ik vind het wel echt vet in elkaar zitten. Even kijken, zelfs daar kunnen we naar binnen. Dat is volgens mij een guard. Ik ga wel gewoon via dit.
Oké, het licht kan helaas niet uit hier, maar zo heb ik wel even goed de kans om rond te snuffelen in het huis. Hier is een collectible, oftewel een document ding. Is de melkboer of zo? Hangt er hier achter de spiegel niks? Nope. En in het kastje, wat zit daarin? Nou ja, niet niks in ieder geval. Ik doe het maar weer dicht voor het geval iemand door hebt dat ik in zijn huis heb lopen snuffelen. Dat moeten we niet hebben. Ik kan hier helaas niet doorheen. Hierboven kan ik ook niks oppakken. Nou, het was vrij weinig eigenlijk. Moet ook gewoon op 40 meter afstand zijn ofzo. Dan gaan we wel gewoon deze route afleggen. Oké, nice. Het is helaas vol. Ik kan helemaal niks stelen, jammer. Dan doen we de deurtjes weer dicht. Maar dan kijken we wel hier verder. Zit hier wat in? Ook niet. Jezus, gewoon helemaal niks. Ik ben gewoon blij gemaakt met een dode mus. Wauw, er is hier gewoon helemaal niets te vinden. Nou, lekker dan. Ik kan ook niet naar boven, nee. Kijk, wat hebben we hier? Oké, interessant, interessant. Kan ik hier naar binnen? Helaas niet. Wat een donkere zijstraatjes allemaal hier. Wat hebben we hier? Het zijn gewoon allemaal zwervershuisjes of zo. Ja, kijk, het is gewoon... I've six mouths to feed and one apple between us. Het is zeg maar het arme district. Je hebt dus het verschil tussen rijke en arme buurt. En dit is overduidelijk een soort van ghetto ofzo. En dit is waarschijnlijk waar die gozer aan het guarden was. Oh jee, ik ga zomaar weer een huis binnen. Goed zo. Doe de deur maar dicht. Dan kan ik even rustig mijn gang gaan hier. Niets. Oh, cool. Een nieuw documentstuk. Documents. South Quarter. Oké. En zo zijn er zoveel collectibles in die game te vinden. Het is bijna een open world game. Ik had echt niet... Ik zei nog aan het begin. In part 1 zei ik, het is een hele lineaire game. En je volgt gewoon een pad en dat is een chapter. Maar dat is dus blijkbaar totaal niet het geval. Dat heb ik fout ingeschat, jongens. Had ik echt niet verwacht. Wow. Nou, dan lag ik bijna. Dood. De kaart is weg, we doen de deur weer dicht en we doen alsof er nooit wat is gebeurd. Oké, hier is niets meer te vinden.
Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk dat ik gewoon het rondje maak. Even het rondje freerunnen. Oh, hier zou ik ook weer heen kunnen. Jeetje. We doen het allemaal ook gewoon, hoor. Boeien. Boe, moet het uiteindelijk toch gedaan worden. Dit is dan even een vet stukje andere soort gameplay voor jullie. Zo, we gaan gewoon even alle huizen in. Een Ollie Widow's Letter. Ik denk echt dat ik die dingen moet lezen even in mijn vrije tijd. Als ik verder ga met de collectibles. Ik denk wel dat er veel interessante informatie te vinden is namelijk. Het grappige is dat er voor de rest zo belachelijk weinig te vinden valt in deze huisjes. Het gaat dus echt om dat documentstuk. Zo ja. Ik denk dat dit een guard is. Oh shit! Ontsnapt. Ik zag wel onderweg dat hier toch een collectible. Oh kijk. Ik zal even wat eten. Dat is natuurlijk altijd handig. En ik kan die ook gebruiken. Oké, ik zie dat ik zo'n pijl nodig heb. Alleen, dat gaat natuurlijk weer niet werken. Dus dan zal ik het weer over de grond moeten doen. Eindelijk bereiken we onze bestemming, jongens. Phew! Daar gaan we heen. De mill. Dat is waar hij het over had, namelijk toen we dit district ingingen. Oh, die geluiden die ik af en toe hoor, jongens. Poeh. Oké, waar kunnen we allemaal heen? Verschillende kanten op, zoals jullie zien. Oh, de molen gaat langzaam heen en weer. Helaas is hier vrij weinig te vinden. Ik had wel wat meer verwacht. Onder een molen.
Het is hier best creepy eigenlijk. Het hangt een naar sfeertje. Ik weet niet of jullie het ook doorhebben, maar what the fuck. Oké, we gaan hier omhoog. De ladder hangt gelukkig net goed geplaatst. Oké, dit gaat hem niet worden. Oh, kijk. This switch is practically invisible. I should keep an eye out for these. Awesome. Zit goed in elkaar, jongens, dit. Oeh. Aaron once told me she'd trapped the place to stop unwelcome visitors. I'll need to step lightly. Dit is een gigantische molen van binnenuit. Oké, wat is dit allemaal? Ik kan gewoon een kamer bekijken, maar heel veel informatie kreeg ik er niet van. Oké, dit zijn sowieso traps. Je ziet het gewoon al helemaal aan hoe het is klaargezet. Dus, ik ga er overheen. En niet er langs. Sorry, ik ga er langs door over de box heen te gaan. Ik ga niet op die dingen stappen. Nee hoor, hangt helemaal geen eng sfeer hier. What the fuck? Waarom hang ik daar op de muur? Check dit, ik kijk in een super enge molen. Naar een slaapkamer, door een gat heen, een beetje amnesia-achtig. En ik hang op de muur. Okay. Het is echt zo'n enge locatie. Ik ben op zoek naar een boek en het hele gebouw is super oud, dus het is vol met vallen. Wow. Ik denk niet dat ik hierheen moet gaan. Moet je deze stenen klaar zien liggen en al het bloed? Dat wordt hem niet, jongens. Ik vertrouw dit niet. Dit zijn dezelfde, ik ben omgelopen. Hoe de fuck ga ik dit doen? Kan ik niet een zwaar object hier neerzetten of zo? Hey, wauw. Hehe. What the fuck? What is this? You've never been here before, have you?
What's the matter, Garrett? Did I finally get the drop on you? Whoa. How are you here? You died. Maybe this is where the dead wait when they've got nowhere else to go. And now you're here. Are you dead, Garrett? Follow me to the truth. Whoa. I watched you. I wanted to be you. We're so alike. But why did I even try? The world already has a Garrett. What do you want from me? I want you to steal a key to the truth. It's from before I left home. Before I became Aaron. But you have to find it yourself. Those are the rules. Start looking. I'll tell you when you're close. Holy shit, dit was het. You're close. Wat de hel is dit, jongens? A little further. Fucking hell, dit is in één kamer. No! It's almost as if Aaron wanted me to find something. I can't leave without checking. Heel apart dit. Maar wel echt heel erg tof gedaan. What is this, and why did Aaron have it? Leave the hideout. Ik vind het maar een nare plek hoor, jongens. Vet hoor, ik vind het echt heel vet gedaan. Gaat hij naar beneden vallen? Nou goed, ik pak hier dan in ieder geval even dit op. Allemaal zwervers of zo die hier normaal wonen. Wonen ook echt lekker hoor. Slapen natuurlijk. Oh, het was best wel een creepy setting in die molen. En wat het ook heeft opgeleverd, dit is niet een boek. Misschien is dit een sidequest die erbij hoort. Maar het lijkt me geen sidequest als het zo diep ingaat op die shit van Aaron en die dode dief. Onto the House of Blossoms. It's marked by red lights, so I find those lights, I find the brothel. Dit is weer een nieuwe. I'll take this. Vet. 2 van de 16. Waar leidt dit heen trouwens? Ik pak dit even op. Dan gaan we dit touw hangen.
weet eigenlijk niet of dit zin heeft wat ik aan het doen ben. Het lijkt er niet op eigenlijk. Phew. Zo ga ik er niet uit. Ik moet best wel de andere kant op. Oh, hier moet ik uit.